Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe zwangerschapsupdate. Ik ben inmiddels 32 weken, zeg ik dat goed? Ja, 32 weken. En het leek me leuk om weer te vertellen hoe het met me gaat. En het is volgens mij alweer even geleden. Dus ja, laten we gewoon beginnen. Het gaat op zich wel aardig. Ik vind deze zwangerschap nog steeds echt een stuk zwaarder dan mijn vorige zwangerschap. Maar goed, dat is nu wel duidelijk. Volgens mij heb ik niet verteld wat er vlak na vorige video gebeurde. Dus dat ga ik doen. Alles hoe ik me voel, et cetera. Ik denk dat ik met 28 of 29 weken de laatste video opnam. Weet ik niet meer helemaal zeker. Excuse me, ik heb gisteren maar ook oude video's van mezelf teruggekeken van de vorige zwangerschap. Dus dan ben ik altijd helemaal in de war met weken en dingen. Ik heb op een gegeven moment een weekend waarin ik haar een stuk minder voelde. En toen dacht ik, ja, weet je, misschien zie ik het verkeerd of ben ik te druk of ik weet het niet. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het ineens viel het me heel erg op en ik ben er normaal niet zo heel erg bewust van, denk ik. Dus dat het me opviel, vond ik toch al een beetje dat ik dacht, moet ik hier iets mee? En ik denk dat het ongeveer vrijdag begon, maar ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zeker. En toen ben ik, volgens mij zei ik het zaterdag of zondag, zei ik het tegen Sven. En dat hij zei, ja, bel dan even een verloskundige. Dat ik zei, nou weet je, kijk nog heel even aan en dan na het weekend, als het dan nog is, dan bel ik wel. En dat hij zei, nou, bel nou gewoon eventjes. Maar goed, ik dacht, nou, hè, weet je, ik voelde af en toe wel een beetje of zo, weet je, zo'n soort. Maar ik had de nacht van zondag op maandag, merkte ik. Oh, dat was middags. De nacht van zondag op maandag merkte ik dat ik er heel erg mee bezig was. En dat ik op een gegeven moment ook dacht, want je hoort er wel eens hebben, je moet vanaf geloof ik 26 of 28 weken moet je bij minder bewegen gewoon meteen bellen. Of minder leven noemen ze dat dan. En ik merkte op een gegeven moment van oké, misschien dat ik toch moet bellen. En ik weet dat er ergens een keer is gezegd of dat ik ergens had gelezen van als je minder leven voelt, moet je gewoon 2 uur op je linkerzij gaan liggen. En dan als het dan nog steeds zo is, dan moet je gewoon even bellen. Nou goed, dus ik dacht oké, dan ga ik op mijn linkerzij liggen. Maar ook daar gebeurde niet zoveel. Dus toen begon ik me wel een beetje druk te maken. Nou, toen dacht ik, weet je, ik breng gewoon maandagochtend Niels naar het kinderdagverblijf en dan ga ik dan bellen. Dus dat heb ik gedaan. En toen zei de baliemedewerker zei van, joh, ik zie mijn batterij bijna leeg is. Joh, de verloskundige belt je binnen nu en een uur terug. En toen merkte ik ineens de zenuw. Want toen zat ik op de fiets en toen dacht ik ineens, oké, ik vind het helemaal niet relaxed. Ik wil nu weten wat er aan de hand is. En nou, ik voelde me gewoon heel erg gespannen. En toen belde gelukkig heel snel de verloskundige, want ik was nog onderweg naar mijn werk en ze belde. Dus ben ik ook even stilgestaan met de fiets. En toen zei ze van, wat we normaal doen is, dan kom je even naar de praktijk, luister naar het hartje en dan gaan we daarna even naar het ziekenhuis. Want dat willen we altijd doen, hè, in deze fase. En bel volgende keer ook eerder, niet heel belangrijk. Maar ze zei, joh, ik ben zelf nog niet op de praktijk, dus anders laten we maar gewoon meteen het ziekenhuis afspreken. Dan zie ik je daar. Dus nou, ik was helemaal hormonaal natuurlijk ook. Dus ik zweeg geweld, nam niet op. Mijn ouders geweld, nam niet op. Een collega geweld van, ja, ik ga nu naar het ziekenhuis, ik weet niet hoe laat ik er ben, wil jij mijn afspraak overnemen? Maar toen ik haar aan de telefoon had, toen brak ik echt volledig keihard huilen op de fiets. Ik had wel een headset in hoor, ik was al met 2 handen aan het stuur. En dus die had echt zoiets aan de hand, want het enige wat zij kon verstaan uit mijn gehuil was ziekenhuis, hartfilmpje, baby. Dus die dacht echt, wat is aan de hand? Maar goed, dus uiteindelijk Sven te pakken gekregen, maar die zat in de trein naar Den Haag. Dus die zei ook, ja, ik ga wel op Den Haag, draai ik gewoon om en dan kom ik terug. Ik zei, nee, dat hoeft niet, weet je. Tegen tijd je er bent, ben ik vast alweer uit dat ziekenhuis, dus ga jij maar gewoon door. Maar toen dacht ik, het is wel handig als iemand weet dat ik daar verder ben, of iemand in de buurt is. Dus ik had mijn ouders nog een keer gebeld en gelukkig namen ze toen wel op. Maar die zeiden heel lief meteen van, nee, we komen gewoon eraan. En dat, ik zei, nou, dat hoeft niet. Maar ik was een hysterisch overstuur. Ik zei, dat hoeft niet. Ik was vast allemaal niks aan de hand. En weet je, vast als ze net het hartje wil gaan luisteren, dan voel ik de baby weer bewegen. Weet je wel zo. Nee, we komen er gewoon aan. Maakt niet uit. Vlakbij. Weet je, we komen gewoon. Nou, dus dat is uiteindelijk echt heel fijn. Want ja, het duurt best wel lang. Uiteindelijk zo'n. Nou, ze had dus
verloskundige had super goed geregeld. Het was meteen een kamer. Dus toen waren mijn ouders er nog niet. Toen hebben we naar het hartje geluisterd. En nou, toen hoorde ik gewoon een enthousiast hartje. Dus dat was heel fijn. Dus nou, toen viel ook een beetje de stress van me af. Maar goed, dan moet je nog een hartfilmpje. En ze vond, ze had het gevoel dat ik vrij veel vruchtwater had. Nou, daarbij komt, ik heb altijd veel dorst. Dus wat ze vroeg, heb je veel dorst en ben je veel aangekomen? Nou, ik ben meer aangekomen dan met Niels. Maar met Niels was ik echt heel weinig aangekomen. Was ik eigenlijk te weinig aangekomen. En dat kwam vooral omdat ik allerlei buikgriepen en zo had gehad. Dus ik ben meer aangekomen dan met Niels. Maar nog steeds zit ik gewoon binnen de normale range, zeg maar. Het is eigenlijk alleen maar mijn buik. Ja, dat weet ik niet. Ik zei ook van ja, en ik drink altijd veel. Dat komt door mijn astma-medicijnen. Dus ze zei van ja, ik weet niet, ik voel vrij veel vruchtwater. Dus ik wil ook nog even een echo doen om te kijken hoeveel vruchtwater je hebt. Want dan heb je misschien zwangerschapssuiker. Nou, goed, tuurlijk kan ook nog wel bijna. Inmiddels, toen moest ik naar, naar een andere kamer waar dan ze een hartfilmpje van de baby zouden maken. En gelukkig kwamen toen net mijn ouders aanlopen. En toen werd ik naar een zaal gebracht waar ik dan gewoon aan de apparatuur werd gelegd. En dat was wel bizar, want daar heb ik met Niels gelegen de dag van de bevalling. Omdat Niels natuurlijk 11 dagen te laat kwam. Dus, dus daar werd ik ook gecontroleerd van hoe het met mij ging en hoe het met hem ging. Toen heb ik daar vrij lang aan zijn apparaat gelegen. En het was exact hetzelfde bed in exact dezelfde kamer, dus dat was wel bizar. Nou, dan moet je een half uur aan dan heb je banden om je buik, zeg maar, om te kijken hoe het gaat. Nou, en je zag wel, zeg maar, dan zie je ook wel beweging, zeg maar. Ik voelde het niet echt. En toen na een half, dat moet dan een half uur, maar na een half uur zeiden ze van ja, toch nog maar even, ga toch maar even op je zij liggen, want we vinden nog steeds wat te weinig beweging. Nou, goed, toen dacht ik echt, oh god. Dus ik op mijn zij gaan liggen. Nou ja, en toen verplaatste ook zeg maar het hartje, dus die apparaten moesten verplaatst worden. Dus toen werd ze blijkbaar wakker. En nou, toen was het gelukkig, toen heb ik het nog een half uur aangeleid, was het gelukkig goed. En toen hebben ze nog een echo gemaakt. Wat natuurlijk ook wel weer leuk was, want mijn ouders hadden nog nooit een echo gezien van haar. Dus ja, dat was ook wel weer bijzonder dat zij er allebei bij waren. En ik was zo blij dat ze er waren, want ik heb daar dus uiteindelijk echt nou, 2 uur of zo gezeten. Ik had niet echt heel relaxed gevonden in mijn eentje. Dus ik was heel blij dat ze er waren. De verloskundige die had inmiddels nog iemand met die weinig leef voelde. En iemand die beginnende weeën had. Dus die had er handen vol, zeg maar. Dus nou, ik was heel blij dat zij er waren. En de echo bleek inderdaad dat ik veel vruchtwater had. Maar niet te veel. Het mag geloof ik tussen de 2 en 8 zijn. En ik had 6. Dus ik heb veel vruchtwater, maar niet te veel. Dus ze zeiden, weet je, dat kijken we gewoon nog even aan. Want zo'n zwangerschapsdiabetes test is ook niet echt een pretje. Nou ja, en in de buik zag je, ze was gewoon helemaal verplaatst. Normaal lag ze bij mij altijd aan de linkerkant en voelde ik er schoppen hier aan de bovenkant en af en toe wat aan de onderkant, zeg maar. Maar dat waren dan waarschijnlijk de handjes. Maar nu lag ze dus ineens in stuit. En ja, omdat ik veel vruchtwater heb en de placenta aan de voorkant, voelde ik gewoon niks meer. Dus ze lag waarschijnlijk gewoon te slapen op het eerste stuk van de echo. En omdat ze dus zo anders lag dan eerst, ja, voelde ik gewoon geen beweging. Dus nou, het was gelukkig, geliep het met een sisser af. Maar nou, Sven zei daarna wel, je moet echt rustig aan, echt beter voor jezelf gaan zorgen, want ik ben toch een beetje druk. Dus dat heb ik toen ook besloten. Had ik natuurlijk al voor mezelf bedacht dat ik vaker thuis zou gaan werken, zodat ik gewoon iets meer comfort, want dat ontbreekt bij mij dus volledig, iets meer comfort zou hebben en zo. Dus daar ben ik toen ook maar meteen mee begonnen. Die collega nog even gebeld, dus die was ook gerustgesteld. En die zei ook, weet je, ga gewoon lekker thuis werken. Ik zie je morgen alweer. Dus dat is eigenlijk, sindsdien werk ik op de dagen dat Niels aan de opvang is. Dat zijn 2 dagen in de week, werk ik vaak een half dag thuis. Een hele dag, dat is vaak lastig, want ik heb ook wel overleggen en zo. Maar dat geeft me echt al heel veel lucht. En laatst moest ik toevallig weer een hele dag. En toen merkte ik ook, dat is gewoon eigenlijk heel zwaar. Ik merk dat ik thuis op zich langer werk, maar ik wissel veel meer van houding. Ik doe het wat rustiger aan. Dus nou, weet je, het is een hele goede keuze. Maar met haar gaat het gelukkig goed. En dat is natuurlijk heel fijn. De babykamer gaat als een speer. Als je dat wil zien, kijk vooral mijn vlogs, want daarin neem ik je mee in het hele proces. En ja, ik vind het echt, dat geeft me ook heel veel rust dat in ieder geval is nu...
De basis is er en het moet nu vooral nog opgeleukt worden met accessoires en zo. Maar de basis is er, dus dat vind ik super fijn. En inmiddels voel ik er ook weer volop bewegen en doen. Volgens mij ligt ze weer zoals ze steeds lag, alleen aan de andere kant. Want ze lag dus steeds, ja wacht even, ik zeg het nu niet goed, ik zei het net niet goed. Ze lag altijd op rechts, toen kwam ze in stuit en nu ligt ze dus links. Eigenlijk altijd. Ik was afgelopen week ook nog bij de verloskundige. En gewoon voor mijn normale afspraak. En toen heeft ze ook gemeten. En mijn buik is gewoon mega groot. Maar als ik lig en ze meet hem, is hij gewoon normaal. Dus ik draag gewoon super erg naar voren. Nou, dat wisten we al. Zij zegt ook, oh, ik verwacht geen zwangerschapssuiker. De groei gaat gewoon goed. Hartje klonk weer goed. Dus dat is gewoon allemaal hartstikke fijn. Ik heb wel sinds een paar dagen een soort van pijn, eigenlijk het stukje, als dit mijn navel is, een stukje schuin naar beneden, een soort, nou, alsof hier iets gescheurd is, ik weet het niet. Het is een beetje oncomfortabel. En verder mijn buik, ik had afgelopen dagen ook weer een soort van buikgriepje, dat had ik dus vooral met Niels, dat heb ik nu eigenlijk niet. Maar ik heb het dus nu wel twee keer weer gehad. Maar dus ik was heel erg opgeblazen. Dus ze zei van, ik kan nu heel lastig voelen, maar ik denk dat het hoofdje beneden ligt en de beentjes boven. Nou, dat gevoel heb ik ook, want qua kracht van de bewegingen zit het vooral, zeg maar, krijg ik hier schoppen. Maar goed, ja, je weet niet, en af en toe voel ik hier van alles voorbij komen. Maar ja, of dat een knie of een elleboog is, ik heb geen idee. Maar in ieder geval was bij de controle gewoon weer goed en is mijn buik gewoon mega naar voren, maar dat is bij mij steeds zo. Maar ik merk dat ik voel hier, nou, het lijkt gewoon alsof er iets, een soort breukje of zo zit. Maar ik weet niet wat er dan gebroken zou zijn. Maar goed, anyhow. Ik wilde heel graag nog een keer een zwangerschapscursus doen. Vorige zwangerschap heb ik eentje van zes sessies, zeg maar, gedaan. En dat vond ik heel fijn. En daar heb ik ook een hele leuke appgroep aan overgehouden. En we spreken af en toe nog af, met of zonder kids. Maar dat leek me wat te intensief voor deze keer. Want eigenlijk de basis, dat ik heb het een keer gedaan, dus ik weet het wel. Alleen, ik had natuurlijk vorige keer maar heel kort perswee en daarna appte dat weg. En dan is het heel, zeg maar, zonder perswee is best wel lastig om het concept persen nog goed door te voeren. Dus ik had zoiets, daar wil ik gewoon, ik wil weer even aandacht besteden aan hoe kun je het beste persen en je weeën wegpuffen en dat soort dingen. Dus ik wilde een verkorte cursus doen. Alleen alles zat vol, of het was net de tweede sessie, dan zijn er bijvoorbeeld twee sessies. En dan was de tweede net na mijn uitgerekende datum. Ja, dat is toch een beetje tricky. Ik bedoel, Niels kwam 11 dagen te laat. Maar ja, ze zeggen dat de tweede meestal iets eerder komt. Nou goed, dat weet ik niet. Maar ik durf dan de gok niet helemaal te nemen. En toen dacht ik, nou ja, misschien heb je dan ook nog een soort privé ding. Je hebt nog partnerdingen. Maar dat zat ook allemaal vol. Dus ik had er gemiddeld van, joh, wat raad je aan? En toen zei ze van, ik zei, het gaat me eigenlijk vooral om dat stuk persen en zo. Dat ik dat gewoon weer even op kan frissen. Dus nu kan ik meedoen met de verkorte cursus, maar dan één van de twee dagen. Omdat er blijkbaar daar toevallig dan iemand uitvalt. Dus dat is super fijn. Dus dat ga ik volgende week volgens mij al doen. En dan kan ik het weer even een beetje opfrissen hoe dat ook weer allemaal werkt. Dus dat... Ja, vind ik toch wel even fijn. Ik ga ook het boek weer eventjes erbij pakken van, joh, hoe werkt het ook weer allemaal. Ondertussen doe ik ook natuurlijk nog mijn How to Talk to Kids. Dat is nu volgens mij nog 1 of 2 keer. 2 keer. En ik merk wel dat ik iets minder goed ben nu in de oefeningen en zo bijhouden. Omdat ik gewoon, 's avonds heb ik gewoon geen energie meer, is het gewoon op. Dus ja, dat is iets waar ik wat mee moet. Maar ik denk dat ik gewoon in mijn verlof... Gewoon weer wat meer tijd en energie heb om te lezen en dat soort dingen. Verder heb ik nu een keer of 2, 3 brandend maagzuur gehad. Dat is ook een nieuwe ervaring. Had ik ook niet eerder gehad. Ik snap nu wel waarom mensen dat heel vervelend vinden. Dat is gewoon een beetje een naar gevoel. Maar goed, het blijft gelukkig redelijk beperkt. Waar ik bij Niels... las ik, of tenminste zag ik in mijn oude filmpje met 32 weken niet zo heel veel eetlust had, is dat nu niet het geval. Het is niet dat ik echt mega honger heb of zo, maar ik merk gewoon wel dat ik regelmatig moet eten, anders word ik een beetje flauwtjes. Alleen de porties zijn gewoon kleiner. Ik eet 's avonds minder, maar als ik
omdat ik zeg maar, mijn maaltijd is kleiner, maar dan moet ik dus eigenlijk daarna nog zeker één keer eten voordat ik ga slapen. Want als ik dat niet doe, dan word ik dus diep in de nacht wakker met honger. Nou goed, dan probeer ik natuurlijk niet elke avond een zak chips weg te bunkeren. Dat lijkt me niet het allerfijnste. Daar heb ik ook trouwens helemaal geen behoefte aan. Ik heb laatst wel M&M's gekocht, daar had ik ineens wel erg zin in. Maar wat ik dan bijvoorbeeld doe is wat fruit met yoghurt of zo, dat soort dingen. Nou is dat maagzuur technisch niet het beste. Dus als ik daar last van heb, dan ga ik voor andere dingen. Maar daar heb ik nog niet echt een goede modus in gevonden. Mocht jij tips hebben, wat eet jij als je last hebt van maagzuur, let me know. Ik las iets van gele vla of zo, vanillevla, want dat vind ik echt heel vies. Nou, want ik moet echt wel nog iets eten, omdat mijn avondmaaltijd, zeg maar, is, kan ik gewoon niet meer zoveel op. Maar als ik dan niks meer eet tot de volgende ochtend, dan gaat het niet goed, zeg maar. Dan sta ik ineens 's nachts in de keuken. En dan vind ik ook, dan weet ik ook niet wat ik moet nemen. Want dat vind ik dan allemaal helemaal vies natuurlijk 's nachts. En ook ontbijt ik iets minder. En dan eet ik iets eerder mijn tussendoortje. Wat meestal tegenwoordig een soort ontbijtreep is zonder suiker. Nou is dat natuurlijk allemaal helemaal niet goed. Maar dat, om een van de redenen ga ik daar wel goed op. En dan lunch ik gewoon en dan eet ik daarna tussendoor weer een keer wat en dan avondeten. Maar ja, daar ben ik nog wel een beetje naar aan het zoeken. En verder zijn dat denk ik de belangrijkste dingen. Ik zal natuurlijk nog even mijn buik laten zien. Bij de zwangerschap van Niels, het filmpje van 32 weken, zag ik dat ik al een streep had. Die heb ik nog niet. Maar ik moet zeggen, vanmorgen begon ik toch vagelijk een streep te herkennen. Ik zal het even laten zien. Ik heb uiteraard weer een jongbroek aan. Dit is mijn buik. Ook zal hem eerst even met shirt. Hè. Dat is altijd een beetje bescheiden. Met shirtje. Hij is groot. Even in verhouding tot de rest, zeg maar. Is misschien makkelijker te zien. Ik heb ook al vrij grote borsten. Kan je nagaan hoe groot de buik is. Maar ja, ik heb niet het idee dat hij zo explosief meer aan het groeien is. Dus het is iets. Bij Niels was zeg maar dit gedeelte was er niet. Dus, maar goed, ja, dat is hier nu wel. Hij staat gewoon heel erg strak, zoals je ziet. Kijk, en hier lijkt nu vagelijk een lijntje te verschijnen. Maar... En ik heb hier dus pijn. Dit stukje. Ik weet niet wat dat is. Ja, dus dit is de buik. En dat is het alweer voor deze update. En ik zou zeggen, mocht je benieuwd zijn naar de babykamer. Misschien dat ik daar trouwens binnenkort ook wel ga filmen. Mocht je daar benieuwd naar zijn, kijk dan vooral eventjes de vlogs die elke zondag online komen. Dan zie je het hele proces. En ik ben trouwens nog op zoek naar leuke posters. Heb je daar nog tips voor? De kleuren van de babykamer zijn wit-grijs. Zoals zeg maar, de basis was ook bij Niels. Alleen dan met nu accentkleur. Roze en goud. Dus als je daar leuke posters voor hebt, let me know. Het hoeft niet te zoetsappig te zijn. Het mag wel een beetje stoer zijn. We hebben nu één poster met een veer erop. Met een beetje goud en roze. Dat vond ik wel een beetje Indiaantje-achtig veer. En, oh, dat vergeet ik nog niet te zeggen. Ik denk dat we uit zijn over de naam. Dus ik durf er nog niet al mijn geld op te zetten. Omdat ik nog steeds ook de naam die we bij Niels voor meisje hadden nog steeds in mijn hoofd heb zitten. Maar ja, I'm getting there. En als ik het echt weet en anders komt dat na de geboorte, komt natuurlijk sowieso een video met namen die net niet geworden zijn. Want dat is nu natuurlijk wel heel leuk om een keertje te doen. En ja, dat is het. Ik wens jullie een super fijne dag. En als je zwanger bent, natuurlijk een hele fijne zwangerschap. De kleine prinses begint te schoppen. Dus dat is een goed teken. Dan heb ik goed rustig gezeten. Dus ja, ik hoop dat je het weer leuk vond. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En laat vooral jouw ervaringen weten. Heb je tips tegen maagzuur bijvoorbeeld? Laat ze ook vooral eventjes weten. Of posters. Ja, heel graag tot de volgende update. Doeg!